Euridice. Als ik aan Euridice denk, dan zie ik mezelf. 16 jaar. In de trein naar Amsterdam. Op mijn oren een koptelefoon. In mijn oren. Orfeo. Orfeo zoekt zijn Euridice in de onderwereld. Ik zit dus in de trein met mijn hele familie. Mijn moeder, mijn vader, drie kleine broertjes, oma van 83, veel bagage, beduust en bang, want wij zijn net het land uitgezet. Wij zijn vluchtelingen. Wij leven ook in de onderwereld. Tegenover mij zitten een jongen en een meisje, net zo oud als ik, 16 jaar. Zij geven elkaar kusjes, omhelzen elkaar. Zij gaan samen ergens heen, samen, als een stel. Senza il mio ben, dove andrò senza il mio ben? Ik had hier ook zo willen zitten. In deze trein met een jongen die ik kon kussen. Op wie ik verliefd zou kunnen zijn. Ik zou hem over de liefde vertellen. Ja, Euridice is dood. Maar Orfeo gaat haar zoeken. Net zo lang. Thank you.